Feestdag en verlengd weekend, dat brengt heel wat mensen op de been. Ook hier op de Groenplaats in Antwerpen, op de Roemelmarkt. Met dit allegaartje aan kraampjes hier, ben ik wel eens benieuwd hoeveel ik nu juist kan kopen met deze 10 euro. Goedemiddag mevrouw, wat kan ik in uw kraam kopen voor 10 euro? Nou, wij hebben een heel uitgebreid assortiment, gelijk dat je ook kunt zien van Mario. En er is heel wat dat binnen dat budget eigenlijk valt. Zo zijn de t-shirten van Mario allemaal aan 8,50 per stuk. Dan hebben we ook sleutelhangertjes van Mario. Die zijn 5 euro, dus er zouden er sowieso al 2 voor hebben per stuk. Voor 10 euro, 2 gewone burgers. Dus een gewone hamburger is 4 euro, met ajuin en saus naar keuze. Indien dat je kaas wilt, of spek, of gorgonzola en champignon of selder, slaan met appeltjes, is een halve euro erbij, dus dan zal dat 4,5 staan. Wat kan ik in uw kraam kopen voor 10 euro? Ik heb verschillende dingen, iets met chocolade, of iets met frambozen, of iets glutenvrij. Voor 10 euro kunt u eventueel 6 stuks, normaal voor 1 stuk saucis, heb ik, is dat voor 2 euro. Maar als je 3 stuks koopt, is dat voor 5 euro dus. En voor 10 euro kun je misschien nog 7 stuks. Hè. Dus ik kan hier 7 saucissen kopen? Voor 10 euro, ja. Om de geit, hè. Mijn journalisten. Moet je met Marokkaanse prijzen, hè. Ik kan dat doen. Hè. Dus voor 10 euro krijg je eigenlijk van elk bord krijg je een koek, een chocoladecake en dan nog een munthee erbij. Je kunt rustig zitten in onze loungezetel. Je kunt genieten van de muziek. Lekker? Mag ik dit voor 5 euro van u kopen? Deze mag u van mij voor 5 euro kopen. Veel plezier daarmee. Alsjeblieft. Wel. Ik heb Marokkaanse thee kunnen kopen, ik heb deze geweldige t-shirts gekocht en ik heb deze 2 mascottes voor 10 euro kunnen kopen op de Roemelmarkt, op de Groenplaats. Dus ik ga als een tevreden mens naar huis.